Zo maak je een vette long exposure foto met je Samsung Galaxy telefoon. Je gaat in de camera app naar pro, dan selecteer je zo'n laag mogelijke ISO, in mijn geval 50 en een lange sluitertijd. Ik ben gegaan voor 1 seconde en dan is dit het resultaat. Zorg ook dat je telefoon goed stil staat om ergens tegenaan te zetten of natuurlijk een statief te gebruiken. Wil je nou nog langere lichtstralen, dan moet je een langere sluitertijd nemen. Dan moet het wel donker genoeg zijn, want er komt een hoop licht binnen en je wilt geen overbelichte foto.